Kelfam, ik ben hier met Maantje. Hey! En met Otje ook. Dus hallo. Hi, ik ben Otje. Maan en ik kennen elkaar al heel lang en heel goed ook. Vertel. Deze is voor jou trouwens. Echt? Ja, ik dacht, je hebt zo'n mooie bijpassende outfit aangedaan. Oh, hij is camouflage. Geen probleem. Ik heb er ook maar één en ik gun hem. Oh. Nee, het mag. Mag gewoon helpen. Dan gaan we gewoon helpen. Je bent wel die smakkert, hè. Heel goed geleerd om mijn mond dicht te eten. Mocht je jezelf afvragen, hè, ik had jullie echt niet samen in een video verwacht, zeg. Wat een verrassing. Oh, jezus, wat raar. Dat kan kloppen, want wij kennen elkaar ook eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar goed, ja. Zij wou per se een video maken. Dus ik wil even het verhaal vertellen, Erkel, en hoe het is gegaan. Oké, okay, vertel. Ja. Ik was aan het optreden bij de Excite Awards en jij was daar ook. Jazeker. Stond ik bij de afparty lekker zo te dansen en ik had nog mijn update outfit aan. Kom deze knul, die komt langs en die zegt als openingszin, hè. Ik had hem nog nooit. Nee, je moet altijd hele verhaal vertellen. Dat was het nee, voor mij. Een gezamenlijke vriend van ons kwam naar jou toe en die zei, yo, dit is Kelvin, hij is YouTube legend. Dat was mijn introductie. En toen gebeurde dit. Dus ik sta en zeg, hi. Zegt hij, oh, wat heb je een mooie jurk aan. En wat ruik je lekker. Ik dacht, huh? Nice. Nee, maar je vertelde nu echt alsof het super creepy zijn. Maar het was gewoon. Nee, het was wel heel lief. Kon je binnenkomen. Maar ik dacht, of je bent super ongemakkelijk. Of je zegt gewoon gelijk wat je denkt. En je meent het. Allebei. Of je sport niet. Alle drie ben ik. Ja, ik weet niet wat. Ik dacht, ik was ook een beetje nerveus überhaupt om deze video te maken. Want ik dacht, ja, ik weet niet. In één keer zo'n mens. Ik ben echt een combinatie van die dingen. Ik ben gewoon soort, als ik iemand niet echt ken, dan is het sowieso ook een beetje ongemakkelijk bij mij. En dan zeg ik of zo wat ik dan denk. En dat was dan dit. En achteraf dacht ik ook echt van, ja, Kelvin, heb je dat hardop gezegd of niet? Maar het was heel lief. En ik had daarom ook gewoon wel zin om hier nu naartoe te gaan. Vandaag heb je het nog niet tegen me gezegd. Nee, komt dat je gewoon stinkt. Dit zou ik nooit zeggen. We gaan vandaag iets onwijs leuk doen. Pardon! Stop! Stop ermee! Het is nog steeds deze hele maand Kelsemmer. Wat betekent dat ik mezelf helemaal tyfus inwerk voor het zorgen dat jullie elke dag een video hebben. Alleen jullie moeten er één ding voor terug doen, namelijk even Maan volgen op Instagram. Nou, dat is niet waar. Maar dat mag je zo. Dat mag je doen. Ik weet, Kelsemmer is dat je elke dag een film gaat uploaden als ze zoveel likes hebben gekregen. Je zit ook al de hele tijd gewoon super laag in beeld. Ik voel me echt heel lang. Lang. Dat kan ook gewoon zo gaan zitten. Ja, maar ik had speciaal een soort van matchende joggingpak voor je aangetrokken. Omdat je eerst dus een dansvideo wilde maken, maar dat ging niet door. Dus vandaar jongens deze outfit. Ja, het cool. Is wel heel matchend met papi. Jij hebt een goed jaar gehad. We hebben allemaal een goed jaar gehad. Nice man, ik ben trots op je. Dat heb je dus nog nooit mijn video's gekeken. Als je niet weet, dan ik altijd flash. Sorry. Pijnlijk. 14.500 likes. Dat is het aantal wat we moeten halen binnen 24 uur. Anders komt er geen nieuwe video. Hè? 14.500? Ja. Ga je dan elke video meer? Ja. Maar het is tot nu toe altijd gewoon nog gelukt. Je kan niet haten op het leven. Mocht je trouwens niet weten wie Maan is. Maan is de... Stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Maan. En ik zing. Ik heb meegedaan aan The Voice of Holland 2 jaar geleden. Sindsdien... ben ik soort van zangeres. Vind ik heel raar om over mezelf te zeggen, want dat was mijn droom als kindje van 3. Soort van zanger. Ik ben ook niet een soort van YouTuber, hè? Jij bent die zangeres. Ik vind dat heel raar om over jezelf te zeggen. Ja, dat is ook raar. Maar het is wel een feit. Oké, ik ben zangeres. We gaan vandaag iets leuks doen, namelijk ik heb een video gemaakt met Kai. Dat was hartstikke gezellig, waarin we erachter probeerden te komen wat de perfecte man was. En ja, dat ging ongeveer zo. Ik vergelijk even deze twee horloges. Let's go. Let's go. Ik, hier. Hé, maar jouw horloge kan never dit. Dat is wel heel sick. Ja, toch? Het zijn allemaal cars. Dia's. Nee joh. Kijk. En vandaag is het de beurt aan jou. Maar dan perfecte vrouw. Oh ja, dan toch? Perfecte vrouw. Ja. Ik heb een aantal stellingen op Instagram gezet. Volg me even op Instagram. Het zal zijn, dat is niet erg, maar het is wel hartstikke goed. Daar hebben we allerlei stellingen zo van, oh, een vrouw die goed kan autorijden. Perfect of verlept. Gaan mensen kiezen en dan gaan wij raden wat kiezen. Leuk idee toch? Heel leuk. Ja, vind je het echt leuk? Of zeg je nou gewoon leuk omdat ik... Auw. Spreden in mijn oog. Ben je ready? Ik ben ready, ja. Ja, ben je echt klaar? Kai en jij, was je alle twee een man. Ja. Dus had je een soort van hetzelfde denkbeeld van een man. Alleen nu kijk ik vanuit de vrouw en jij vanuit de man naar de vrouw. Zo, vooral die handgewaarden, wij vond ik heel... Je hebt echt een heel goed punt. Goed. Als ik hard ga lachen, raak ik een knorretje, ja. Nee, man. Oké, ben je klaar voor stelling nummer 1? Ja. Nice, man. The battle is on. The battle is on. Een vrouw die snel schrikt van dingen. Dat je echt zo loopt en dan echt zo een stoep tegel en... Oh, nee! Of zoiets. Maar dan zo'n gilletje. Ja, dat.
ik word gewoon jouw geluidenproduceerder. Juist, geluidenproduceerder. Mm-hmm. Ben je klaar voor? Mm-hmm. Een vrouw die snel schrikt. 3, 2, 1, perfect! Yes! Zijn er overlap? Ja. Dit was mijn gedachtegang. Vrouwen denken, hey, ja, ik schrik, fuck it, daar kom ik voor op. En dat mannen denken, ah, het is op zich wel schattig als een vrouw zo soms zo, doet. Ik zou het heel irritant vinden. Echt? Oh. Tof als een vrouw iets meer gewoon een beetje kan hebben. Tuurlijk kan je wel eens schrikken van iets, okay. Maar niet constant. Ja, ken je het dan? Punt. Lijkt mij irritant als man, maar ook voor de vrouw. Want Top verhaal dit. Oké, we gaan gewoon kijken. Er is een technisch probleem opgetreden. We zetten jullie even on hold. Holy shit! Ja! Wow, je bent helemaal meteen hyped gewoon. 1-0 voor Maan. Oké, we gaan door. De volgende. Een vrouw die voetbal kijkt. Hey. Oh, ik bied even een boertje, sorry. Wat voor dat echt? Ik hoorde. Wil je echt niet iets water of zo? Ja, ik wil nog wat thema. Kom maar, zeg. Jezus de Christus. Een vrouwtje die voetbal kijkt. Kijk je voetbal? Nee. Oké. Okay. Heb je het gevoel alsof mannen je daardoor minder perfect vinden? Maan? Nee. Oké. Okay. Heb je een antwoord? De stelling was? Een vrouw die voetbal kijkt. Perfect of verlept? I got this. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1. Perfect. Waarom zeg je altijd verlept? Ben ik altijd perfect? Nou, we hebben eigenlijk nog maar 2 keer gehad. Maar alsnog. Ik denk dat vrouwen denken, ja, ongeacht wat dan ook, nee, mag ja, gewoon lekker kijken. Ik denk alleen voor dat... mezelf. Ja, dat is helemaal niet goed. Ja, ik kan niet meer veranderen, man. Nee. Ja, oké, okay, je mag hem veranderen als je wilt. Ik geef je 1 kans om dit te changen forever. Ik laat me even verlept dan. Ja? Ja. Überhaupt. Moeten we even erbij vertellen dat iedereen natuurlijk gewoon perfect is al wie die is, hè? Hey. Tuurlijk. Hey. Tuurlijk. Iedereen is perfect. Het is, ja, het is toch wel 70% perfect, hè? Toch wel, ja. Hey! Maar je had het ook al gezien, hè? Ja, maar ik was oprecht even niet meer naar. Het is hartstikke goed. Een vrouw met de stem van Maan. Kapsel van Kai, ik dacht toch even persoonlijk maken, toch? Oké. Makkelijk. Afgelopen 1,5 uur is al ongemakkelijk. 3, 2, 1, perfect! Yes! Want... Ja, nu moet jij het uitleggen. Wat ik gewoon denk, omdat ze weten, wij filmen met elkaar. Wat ruik je lekker? Maan is volgens mij hartstikke lief. Wat heb je een mooie jurk aan? Gewoon perfect. En je hebt gewoon een mooie stem en je kan zingen. Hé, hey, er is niks wat toch erop wijst dat jouw stem verkrekt is. Je wordt wakker naast iemand. Gaat diegene dan blij worden als je zegt, goeiemorgen? Of als je zegt, goeiemorgen? Met een soort van zangerig stem. Ja, maar er zit ook nog iets tussen, hè. Het is niet dat je of zo praat als vrouw. Gratis. Of zo. Slaapliedjes zingen. Zingen. De uitslag. Yay. Ja, man. Volledig geowned. You got this. Met zo'n gouden keeltje. Ik heb ook een gouden keeltje. Blijf bij mij, ga niet weg. Je bent de enige die ik heb. Ja, maar ik had het. Tuurlijk. Die joke met die Excel. Hoe dan? Vind je het een leuk liedje? Ja, tuurlijk. Ja? Ik kan niet haten op dat liedje. Okay. Toch? Kom. Oké, we gaan door. Een vrouw die kan kotsen door haar eigen vinger in haar keel te steken. Perfect of flap? Die verzint dit. Geen idee. Nee, ik heb het bedacht. Dat is ook gewoon een onderdeel van het leven. Maar nee, soms moet ik ook gewoon even barven. Ja, het is echt zo. Een vrouw die kotst. Die dat zelf kan. Dus, want ik ken dus mensen die dat niet kunnen. Die, kan jij dat? Zo zelf bij jezelf doen? Ja, we gaan wel echt in detail nu. Ik denk het wel. Tot zover dit gesprek. Ja. Ja? Het over hoe het zijn dat dit dus niet gaat. Want het is best wel ook een ziekte, kan het ook zijn, hè? Wow, ja, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Oh, kut. Oké, laten we dit even houden op. Overgeven nadat je te veel hebt gedronken en je denkt, oh, ik voel me echt zo misselijk. Oké, ben je er klaar voor? Je bent wel een denkertje, ben jij. 3, 2, 1, verlept. Hoe zijn we anders? We hebben altijd iets anders. Kijken wij zo anders naar het leven? Ik dacht meer van, het is perfect voor jezelf. Omdat als je te veel gedronken hebt en je kan daarna je gewoon beter voelen. En je hoeft dus niet je vriendje bijvoorbeeld te hebben die je dus soort van helpt om over te geven. Maar je kan het zelf. Independent women. Dat allemaal mensen denken, ronzig, vies man. Vies. Doe even normaal. Dat dacht ik. Ja, ja. Ben je ready? Mm-hmm. 71% vindt het verlept. Hey. I got this. Het staat 2-1. Maan, ik vind het hartstikke fijn dat je er bent. Maar het blijft gewoon spel. Je bent helemaal 1 met deze challenge. Hè? Je bent helemaal... Een vrouw die het kind wil houden als ze zwanger is. Ze is 15 jaar en haar vriendje is 21. Gast, wat een vraag. Ik vraag dit voor een vriend. Het is ook gewoon real life. Dit gebeurt ook in het leven. Ja, eerste kind is nu dat poesje. Otje! Zij is 15, die man is 21. En zij is zwanger van hem. Ja, rare situatie. Als iemand dat wil, is dat perfect of verlept? I got this. Ik weet het al sowieso. Ik vind het heel heftig om een uitspraak over te doen, want... Je bent gewoon bang dat je een soort van politieke troubles krijgt. Het is meer, is het verstandig of niet, weet je wel? Ja, maar weet je wat het is, lieverd? Het is niet wat jij vindt, maar het is gewoon meer, wat vindt Nederland? Oké! Okay. Wat denk je? Dat... 3, 2, sorry dat ik je dit... Verlept! Nice, verlept. 71%. Trots op je. Hartstikke goed. Heel trots. Super nice.
Een vrouw die nog steeds met je naar bed wil, ook al is ze ongesteld. Moet je niet meer... Oh ja, het is toch meer een ding voor de man? Ik ben gewoon eerlijk, hè. Nina zegt altijd liever even niet. Oh, echt dat van... is vanuit haarzelf. Ja. Ik zou oprecht denken vanuit die jongen, als die jongen niet uitmaakt... Een beetje viezig, maar ja. Kan. Zeg maar, is het fucked up als een vrouw zegt... Ah, boeien joh. I don't care, man. Rode zee. Echte piraten door rode zee. Ja. Vet, zo zou een vrouw moeten zijn. Of is het van, nee, dat kan je eigenlijk niet maken, te smerig. Ik denk dat heel veel mannen het smerig vinden, maar dat ook sommige mannen echt denken van... Ik hou van jou, om je hier bent. Ga denken vanuit... Het geheel, hè? De ja. Meeste denken. Ja, het is. Ben je klaar voor? 3, 2, 1. Perfect! Nice. Ja, ik heb hem! Nu gun ik hem je ook. Okay. Ik denk dus inderdaad perfect, want ik denk ongeacht wat dan ook, je houdt van elkaar. Maar ik zelf vind het totaal niet erg. Mij niet, want dat vind ik een beetje vies. Goed verhaal dit! Vind je nog leuk? Ik heb de uitslag. Ja. We hebben het fout. Iedereen is verlept. Oké, dat kan. Het is grappig dat je hier bent. Ook gewoon... Ik vind het gewoon echt gezellig. Oké, we gaan. En oké. Deze is dit is een vraag. Ja, dit is een vraag. Goeie vraag. Een vrouw die SM wel ziet zitten. Ik weet niet wie het heeft bedacht, maar het is echt een beetje... Maar het is iets wat sommige mensen prettig vinden. Mm-hmm. Toch? Blijkbaar. Voor de mensen die niet weten wat SM is. SM is zo'n soort van, ik ga je met zweep slaan, terwijl we geslachtsgemeenschap hebben. Auw. Wow, dat is echt, ja, het is champagne. En daar dan helemaal een soort van opgewonden gemaakt. Van wow, oh ja, vet man. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen dat leuk vinden en hoeveel mensen dat doen. Dit is weer een 51-49. Hey broer. Oké, zus. Het moment waar we erachter komen. Wie weet wat de beste vrouw is. Mocht je deze video nog niet geliked hebben, doe dat even, want anders komt er morgen een nieuwe video. En ik wil gewoon 31 dagen volmaken. Dus doe even 14.500 likes. Hey yo. Jij moet ook even liken, anders ook boos. Maar ik heb ook... Het moment is daar. Ja? 3, 2, 1. Perfect! Oeh, spannend. Ja, een vrouw dat dus heel erg leuk vindt, maar jij dus niet, dan voel je misschien een soort drang van fuck, ik moet dan haar wel tegemoet komen en ik moet het dan ook doen. Terwijl je het eigenlijk niet heel chill vindt of zo. Dus misschien beter niet dan wel. Ah! Oh! Gast! Wow, je schrok er gewoon echt van. Net deed het ook, maar toen vond ik het niet erg, maar nu wel. Oké, ik denk dat het perfect is, jij denkt verlept het. Ee. 63 vindt verlept. Ja! Bam, 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 bam! Junk, kutte, kutte! Oh, Otje is helemaal bang. Otje is onder de bank gekropen. Otje! Leuk dat je er was. Bedankt voor het meedoen. Als je ooit nog vragen hebt over het vrouw zijn, ja, ik ben ervaringsdeskundige. Hey! 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 God! Dankjewel voor het kijken. Doei.